Wat mij en ons nieuwste businessclublid Autohuis Kolen verbindt, is de liefde voor auto's natuurlijk. En hoe leuk is het dan dat wij hier staan met een prachtige... Ja, dit is niet normaal. Dit is niet normaal een auto. Nee, want Onno Kolen van Autohuis Kolen, hoe noem jij deze beauty? Ja, dit is inderdaad wel heel speciaal. Een GT3 RS, dat kom je niet vaak voor. Zeldzaam en uniek. Een Porsche voor de mensen die dat nog niet door hadden. Inderdaad, jij gaat meteen door naar het type, want dit is inderdaad een speciale, zeg je al. Heel speciaal, inderdaad. Er zijn maar een aantal stuks van gemaakt, dus die zie je niet vaak. En dit is het ultieme wat Porsche maakt, dus extremer als dit bestaat. En die noemen ze dat dan. Ongelooflijk. Voordat mijn enthousiasme het helemaal de overhand neemt, want ja, sorry mensen, maar het is altijd mijn droom geweest om eventjes in een Porsche te zitten, misschien wel te rijden. Dus ik kijk al voorzichtig jouw kant op. Wij zijn heel erg blij dat jullie deze week ook bij onze businessclub zijn gekomen. Dat is echt super tof. Dus dank je wel daarvoor. En daardoor zijn we ook even langsgekomen. Auto, rijden en radio, die twee gaan wel heel goed samen, hè? Dat klopt inderdaad. Ja, we vinden het een hele gave mogelijkheid om dit op deze manier te doen. En hopen hiermee toch jullie daarmee te helpen en ons ook. En de mooie combinatie ervan. En hebben jullie nou alleen maar Porsches te koop? Of, Nee. En voornamelijk, ik zeg altijd, auto's met net een beetje meer. Dus altijd uniek, leuke uitvoeringen. Gewoon speciaal. Onno, ik durf bijna niet te vragen, maar kunnen we even een stukje? Ik vind het helemaal goed. Als jij naast me komt zitten, dan rijden we lekker even een rondje. Yes! Ja? Daar gaan we. Het gaat gewoon echt gebeuren. Het leven van een verslaggever. Kent vele hoogte, soms ook dieptepunten, maar dit is een hoogtepunt. Rechts gooi je de gewone gordel. Ja. Klaar voor? Ik denk het wel, dus wij moeten goed gaan zitten, of niet? Nee, dat komt goed, daar gaan we. Die krijg je niet meer van mijn gezicht. Ongelooflijk.